Universiteit van Nederland. Legt uit. Waarom kan je beter je neus ophalen dan snuiten? We hebben natuurlijk allemaal vroeger van onze ouders geleerd dat we onze neus moeten snuiten als we verkouden zijn. Dat is bij ons zo, zeker niet overal zo. In Aziatische culturen is het juist eigenlijk bijna een doodzonde om je neus te snuiten. Voor je eigen gezondheid en voor de gezondheid van anderen is het beter om je neus op te halen dan om te snuiten. En er zijn eigenlijk nogal andere dingen die je kan doen. Daar komen we straks op terug. Om eigenlijk te begrijpen waar we het over hebben, wat gebeurt er met die verkoudheid, is denk ik goed om eens even precies naar de neus te gaan kijken. Nou, dit is de buitenkant, die halen we er vanaf, want die doet er nu niet zoveel toe. En als we dan gaan kijken naar de binnenkant van de neus, dan zien we de structuren die van belang zijn. Daar zien we de neusschelpen, die je ook op dit model heel duidelijk ziet. Die neusschelpen zijn opgebouwd uit bot en slijmvlies. Het slijmvlies bestaat uit zwellichamen en cellen die slijm produceren. En die twee dingen samen maken dat je neus gaat dichtzitten als je verkouden bent. Je slijmvlies heeft meerdere functies, waaronder het vangen van die virussen en bacteriën. Dat slijm dat zit eigenlijk op kleine trilhaartjes die ook onderdeel uitmaken van het slijmvlies. En als je dan hier in de neus kijkt, zie je eigenlijk dat de neus recht naar achter loopt. Niet naar boven zoals veel mensen denken, maar recht naar achter. Die trilhaartjes brengen dus dat slijm, snot, met die virussen en bacteriën naar achteren, achter in je keel en maken eigenlijk dat je het doorslikt. En dat doorslikken doen we altijd. Elke dag wel 1,5 tot 2 liter snot. Dat is eigenlijk de standaard, de norm. Maar als je verkouden bent, kan het dus nog meer worden. Wat gebeurt er nou als je je neus snuit? Nou, als we onze neus gaan snuiten, dan weten we eigenlijk dat we allemaal eerst diep ademhalen. Dan vullen je longen zich en dan met een enorme kracht blaas je die lucht uit je neus naar buiten. Pakken we weer even ons model erbij. Als we hem dan omdraaien, dan zie je dat dit de weg is waar je het snot uitblaast uit je neus. Maar daar zitten ook twee holtes naast, je kaakholtes. Dus met veel kracht kan je ook dat snot of dat slijm je holtes inblazen. Eigenlijk niet alleen die holtes in, maar als je hier goed kijkt, zie je achter in je neus ook de buis van Eustachius, waar je met veel kracht zelfs dat snot en slijm naar je oren kan blazen. Als je dus pech hebt, kan je zelfs een bijholteontsteking krijgen door hard snuiten of ontstekingen van je oor. Creëer je dan evenveel druk bij het ophalen als bij het snuiten? Nee, we kunnen met snuiten veel meer druk zetten. Al 10 keer zoveel als wat je met ophalen kan bereiken. Die druk die je creëert is schadelijk voor je neus. Daarmee heb je kans dat er een bloedneus ontstaat of dat er andere irritatie of schade in je neus komt. Ook de enorme kracht waarmee we eigenlijk dan uitblazen maakt dat we die virusdeeltjes best kunnen verspreiden, wat we eigenlijk nog wel weten uit coronatijd. Stel, dit is een heel erg schematisch weergegeven neus. Dit is het stukje van de buitenkant van je neus. Dit is het stukje wat bijvoorbeeld naar je bijholte gaat. En dit is het gedeelte waar lucht doorheen komt. Als we dan diep inademen en ineens gaan uitblazen, dan heb je kans dat dus het overgrote deel van het snot zal naar buiten gaan. Maar een klein deeltje kan zich dus naar achteren of naar de zijkant verplaatsen. Die kaakholte of die buis van Eustachius in. Als je neus ophaalt, adem je diep in en daarmee zuig je je neus leeg. Als je je neus leeg zuigt, gaan die virussen en het slijm gaat naar achteren. Wat we eerder ook al zagen, je keel in en daarmee kan je het wegslikken naar je maag. Ja, en dan komen al die virusdeeltjes in je maag terecht. Nou, daar is onze maag gelukkig op toegerust of op uitgerust. Een van de onderdelen van je afweersysteem is ook het afbreken van die virussen en die bacteriën die daar in je maag komen. En wat nou als je neus gewoon helemaal dicht zit? Nou, dan moeten we natuurlijk gewoon iets extra's doen. En er zijn dingen om extra te doen. Bijvoorbeeld het sprayen van je neus. Nou, daar zijn grofweg gezegd 2 soorten voor. Een neusspray met xylometasoline of je gebruikt een zoutspray. Veel mensen hebben de neiging om de neusspray verkeerd te gebruiken. Ze sprayen omhoog in plaats van recht naar achteren. Wat ik altijd zeg, je legt je kin op de borst. Je houdt het flesje rechtop om recht naar achteren te kunnen sprayen. Draait hem iets naar buiten, spreekt en haalt diep in. Dat is de manier waarop je je neusspray gebruikt. Die xylometasoline neusspray moet je niet langer dan 1 week gebruiken. Daarna kan je er een lichamelijke afhankelijkheid van krijgen. Hoe vaker je hem gebruikt, hoe korter het werkt en hoe harder je hem nodig hebt. Na 1 week moet je die dus echt stoppen. Dat is anders met de zoutspray. Die mag je eigenlijk zo lang gebruiken en zo vaak gebruiken als je wil. Kan je met een spray doen, maar je kan het ook zelf maken en bijvoorbeeld gebruiken in een neusdouche om daarmee je neus schoon te houden. Nou, wat we adviseren is om een glas water of een beker water van 200, 250 ml water te nemen. En daar doe je een kleine theelepel zout doe je daarbij en die los je op in het water. Hoezo moet dat met zout water en niet met gewoon water? Zout water zorgt ervoor dat het eigenlijk dezelfde samenstelling heeft als het water in je slijmvliezen. Daarmee droog je je neus niet verder uit of beschadig je je neus niet verder. En hoe doe je dat met die neusdouche? Die vul je met water, die zet je aan het begin van je neus, je laat hem opzij hangen en eigenlijk loopt het water je neus in
vaak via de andere kant of dezelfde kant eruit. En op die manier was je eigenlijk je neus schoon. Hetzelfde als wat de trilhaartjes deden. Je stimuleert het afvoeren van de virussen en bacteriën door het naar achter toe eruit te spoelen. En wat als ik nou toch gewoon echt heel graag mijn neus wil snuiten? Wat je dan het beste kan doen, omdat we weten dat we heel veel druk zetten en dus een beetje meer schade, is niet door één neusgat blazen. Als je dan één neusgat dicht houdt, komt alle kracht op één kant. Moet je niet willen, nog meer kans op schade. Dus als je moet snuiten, snuit dan met beide neusgaten, zodat de druk zich verdeelt over allebei je neusgaten. Waarom gaat het zo vaak mis op het spoor? Het grootste probleem is niet de trein zelf, maar de rails. Ik ben Annemieke, werktuigbouwkundig ingenieur en in de volgende aflevering leg ik je uit hoe het zit.